Dag kinderen! Hallo, hier zijn we nog eens met een berichtje van ons. We hebben gehoord dat jullie 2 dagen per week naar school mogen. Dat is niet veel en dat laat veel vrije tijd over. En binnenkort is het ook grote vakantie. Dus opnieuw een heleboel tijd om op te vullen. Daarom hebben wij iets bedacht. Namelijk de pretpot. De pretpot, daarin zit van alles. Wat kan er als pretpot gebeuren? Dit bijvoorbeeld, een oude boterhamdoos. Of een oude snoepdoos. Of een plastic pot. Die pot kennen jullie wel van bij mij in de klas. Kijk, die heeft dat blauwe deksel. Daar hebben al die snoepjes in gezeten, papiertjes, van alles. En nu hebben we daar dus een pretpot van gemaakt. Wat zit er in een pretpot, juf? Wat betekent dat, een pretpot? Een pretpot zit vol met bedachte activiteiten. Moppen, raadseltjes, dingen om binnen te doen, dingen om buiten te doen. Kortom, iets waarmee je de verveling kan verdrijven. Ik heb thuis zoiets, zo'n doosje met papiertjes. Dat hoeft niet zoiets te zijn als je dat niet hebt. Je kan dat ook met gewone blaadjes die je in stukken scheurt. Je kan dat met van alles doen. En ik heb deze gekozen omdat ik dan verschillende kleuren kan nemen. Ik heb 3 kleuren genomen. Ik heb groene papiertjes, ik heb oranje papiertjes en gele papiertjes. En op ieder kleur heb ik iets anders gedaan. De groene zijn voor binnenactiviteiten, de gele om buiten te doen en de oranje zijn gewoon grapjes en raadseltjes. En we zullen er eens een paar voorlezen. We beginnen met de gele. Buitenactiviteiten. Maak een wandeling door je buurt. Ga langs straten waar je normaal nooit komt. Dat is één ideetje. Doe het maar in de pot, juf. Ja. Oké. Een oranje. Dat betekent bij ons een mopje. Jasmine staat aan de gevonden voorwerpen en vraagt of iemand een fiets heeft gebracht. Ja hoor, zegt de man. Welke kleur heeft jouw fiets? Liefst blauw, zegt Jasmine. Slimme Jasmine. En wat hebben we nog? De groene. Zullen we eens even kijken. Okay. Vandaag mag je niet praten, alleen maar zingen. Oké, nog eentje. Eentje voor buiten. Dat is misschien heel lang geleden. We spelen een verstoppertje vandaag. Laat ons nog eens kijken voor een raadseltje misschien. Oh, woordjes omdraaien. Wat krijg je als je kak omdraait? Opnieuw kak? Nee, vieze handen. Spaar, hè? Dat is een vies mopje nodig. Vuil mopje. Oké, wat hebben we nog? Een raadseltje. Welke schoen past niet aan je voet? Mag het niet zeggen. Een handschoen. Ah! Oké, nu denk je van de kleintjes gaan dat misschien kunnen opschrijven, hun ideeën. Dan kan grote broer of zus helpen en mee opschrijven. Alle ideetjes zijn welkom. Ook mama en papa hebben misschien ideetjes om leuke dingen te doen. Schrijf ze op een papiertje en stop ze in je pot. Ook al heb je vandaag misschien geen tijd om het te doen, misschien in de grote vakantie wel. Of als er eens vriendjes of vriendinnetjes komen, kan je het samen doen. Ja. We hebben nog een heleboel leuke ideetjes voor jullie. Zullen we er nog een paar voorlezen, juf? Of anders houden we ze voor volgende week? Dat kan ook. Gaan jullie eerst zelf maar aan de slag. Maak jullie eigen pretpot. Dat is jullie opdracht voor deze week. Veel plezier ermee. Dag. Dag.